Op dat moment zit Jeroen 16 onder zijn snelste tijd, maar dan komt hij nog niet aan die 2:15.4. 2:15.6. Oeh. 2 tienden op een baan waar je 2 minuten 15 mee bezig bent. Het scheelt zo weinig. Maar van Jeroen weten we dus, maar dat wisten we sowieso al, dat hij heel dicht in de buurt van zijn broer kan komen. Het is ook even aan Edwin en Ralf om te laten zien dat ze niet onderdoen voor beide heren. Deze twee mannen in het midden staan natuurlijk niet voor niets hier in de finale. Hebben zich in de afgelopen matches meer dan bewezen. Ralf gaat nu bijna een halve seconde onder zijn snelste tijd zitten. Edwin 3 tienden onder zijn snelste tijd. Ze begrijpen nu daadwerkelijk waar het hier om gaat. Liggen wat meer risico in hun driving actie. Je hebt nog 3 minuten ongeveer te gaan. Ja, je kan niet meer op safe spelen. Wil jij voor die eerste plek gaan? Wil jij naar die bootcamp van de GT Academy? Dan zul je gewoon even je ballen op de weegschaal moeten leggen. Ralf die hier zijn laatste bocht in gaat, wat gaat het worden? 2:15.7, ai. Ja, dat wordt nu alles op alles in die laatste ronde. Jeroen nog steeds die snelste tijd van 2:15.6. Ralf 2:15.7. Edwin op 2:16.3 daar iets achter en 2:15.4. Is nog steeds de snelste ronde in handen van Erik. Oh, mijn hemel, wat zit dat dicht bij elkaar. Laatste ronde. Spanning neemt toe. Ja, Jeroen is oud, die kan het wel shaken. Wordt het een tweede of een derde plaats voor Jeroen? Of misschien toch de vierde als Edwin en Ralf eroverheen gaan? Kleine minuut en dan weten we het. Een paar tienden, jongens. Een paar tienden, daar gaat het om. Ja, Ralf ligt nu een volle seconde achter op zijn snelste tijd en maakt hier een fatale spin. De hoop is nu gevestigd op Edwin die net iets boven zijn, net iets onder zijn snelste tijd was, maar ja, niet genoeg om ook in die 2:15 te komen, denk ik. Maar moet nu een turbo boost even op loslaten, maar die zit helaas niet in GT.
2:16:3. Mensen, de kaarten zijn geschud.